Deze orang-oetan, Coco, is zich niet bewust van de dingen die komen gaan. Vervelende dingen. Noora is al onder invloed van de verdovende injectie die nodig was om de dieren van hun tijdelijk verblijf in Burgers Dierenpark te kunnen terugbrengen naar het verbouwde apenhuis in Artis waar ze thuis horen. De logeerpartij in Arnhem heeft ruim een half jaar geduurd. In die tijd zijn hun verblijven in Amsterdam gerenoveerd en onder meer van glazen ruiten voorzien. Coco was nog helemaal niet in staat om ook maar iets van de omgeving in zich op te nemen toen dokter en oppassers haar in haar nieuwe kooi hadden gebracht. Het duurde vrij lang voordat de dieren weer bij hun positieven waren. Het nieuwe verblijf achter glas heeft het voordeel dat het publiek deze kostbare orang-oetans in ieder geval niet kan voeren. Voor de voeding van de apen en van de honderden andere dieren komt in Artis, zoals elders trouwens ook, dagelijks heel wat kijken. Voor dierlijke consumptie goedgekeurd vlees komt van de abattoirs. Naast groenten en fruit komt er elke dag van de broodfabriek overgebleven en onverkocht brood in een grote sortering. Meer dan 50.000 kilo vis verdwijnt er per jaar in de magen van de watervogels en van zeehonden, ijsberen en zeeleeuwen. Uit de centrale aanvoerloods wordt het voedsel met karrevrachten tegelijk naar de verschillende afdelingen gebracht. Nijlpaarden en olifanten zijn de grootste broodeters van Artis, dat ieder jaar zo'n 45.000 broden verwerkt. Bijzonder exquis en vitaminerijk voedsel krijgen de tropische vogels. Nou, zij krijgen het elke dag, maar ik krijg het alleen maar zondags van mevrouw. Krokodillen eten weinig, maar zijn gretige happers. Het vlees voor de roofdieren wordt in eigen beheer uitgebeend en ook anderszins verwerkt. Deze Siberische koningstijger werd door de oppasser van welpje af grootgebracht. Vandaar. Meer dan 90.000 kilo vlees werd vorig jaar door de roofdieren van Artis verslonden. Dit cijfer alleen al geeft een indrukwekkend beeld van de enorme hoeveelheden voedsel die nodig zijn om een dierentuin in stand te houden.